En hoewel de regering de burgerij heeft gevraagd ook overdag zoveel mogelijk thuis te zijn, blijkt dit niet het geval te zijn. Honderden automobilisten hebben vanochtend urenlang in de file gezeten om over de Weidenbusbrug te gaan. Volgens de politie heeft dit ook te maken met de partiële lockdown. Het duurt van 8 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend. Voor de avondklok gingen de mensen van Kommerwijnen en Marowijnen reeds om 5 uur uit huis. Nu dat voorlopig niet kan, komen ze dan na 6 uur uit huis met het gevolg dat er lange rijen ontstaan voor de brug. Ook in de binnenstad waren er files merkbaar.